Zandvoorde, een uniek dorp omgeven door groen, waar industrieel erfgoed en natuur elkaar ontmoeten, waar vrije tijd en sport hand in hand gaan, waar alles op wieltjes lijkt te lopen, waar mensen elkaar kennen of leren kennen, via dropping bijvoorbeeld, een uitdagende activiteit de avond voor Open Monumentendag. Wij staan hier momenteel aan het KSA-lokaal in Zandvoorde en wij organiseren vanavond een dropping. Ze leren eigenlijk de verborgen plaatsen kennen van Zandvoorde die eigenlijk wel heel mooi zijn op bepaalde momenten van de dag, bijvoorbeeld zonsondergang. De weg terug die verloopt via tips die te verdienen zijn door avontuurlijke opdrachten tot een goed einde te brengen. Naar goede gewoonte is Open Monumentendag een dag vol beleving, verdieping, cultuur en avontuur. De mensen kunnen vragen komen stellen over de dag zelf, over alle activiteiten die je kan doen op Open Monumentendag. Je kan hier ook vandaag uitpassen kopen, als ook alle vragen over de uitpas worden beantwoord. En je kan hier puntjes komen sparen. Lijsten van alle reservaties die gebeurd zijn voor Open Monumentendag, alles was eigenlijk al volzet voor de dag begon. Ja, in welke groep van heuren zit dat als je over specerijen spreekt? Er wordt vandaag een rondleiding hier georganiseerd in het voedselbos van Stad Oostende. En dat interesseert ons enorm, omdat we daar eigenlijk al een aantal jaar mee bezig zijn bij ons in de tuin. We hebben eigenlijk een moestuin, dat we eigenlijk ook zouden willen uitbreiden, ook met het jaren voedselbosje. Vandaar ook dat we hier een keer ons licht komen opsteken om te kijken of dat we inspiratie kunnen opdoen. Wat planten betreft, om te nuttigen, vind ik dat toch wel een beetje gevaarlijk. Dus het is beter om een kenner een keer te horen wat hij daarvan vindt. Nu op dit moment, we zijn in het najaar, heel veel vruchten. Er staan mispels, er staan sleedoorn, meidoorn, rozenbottel, noem het maar op. Dus de notelaars die uitgezaaid zijn in het Stadsrandbos door vogels die verspreid hebben, dat staat er ook. Dus dat is eigenlijk wel een heel rijk aanbod aan wilde eetbare planten. We gaan hier de Kloosterstraat in naar de Zwaanhoek. De Zwaanhoek is een van de grote natuurgebieden waar Zandvoorde tussen geklemd zit. Het is ook het oudste monument van Zandvoorde, want alle monumenten zijn vernietigd met beleg van Oostende, behalve de natuur. Dat is van voordien en van lang voordien. Dus we gaan dat een keer bekijken. En dan rijden we weer verder met de fiets, Kapittelstraat. En dan stoppen we aan de andere kant van de Keihard en dan gaan we het eventjes over de Keihard hebben. En de gebieden dat we daar gebruiken, er is van alles. Ik hoop van in 2 uur rond te geraken. We gaan het wel zien. Veel verenigingen nemen dit jaar deel. Ze tonen hun werking en zetten mensen zelf aan het werk. Zandvoorde, dat is de KSA natuurlijk. Vandaag leren wij iedereen die wil in Zandvoorde wat sjorren. En degenen die het al wat beter kunnen, die leren we in de hoogte sjorren met onze uitkijktoren die we hier aan het bouwen zijn. Na, laten we zeggen, wat reclame van onze zoon die in de KSA zit, toch een keer komen kijken hoe dat precies werkt. En het is wel leuk om hier een redelijke constructie te kunnen bouwen en kun je te zien ja, hoe marcheert het juist, welke knopen zijn er allemaal nodig. En in dat opzicht wel een interessant om een keer te doen. En de bedoeling is om hier een uitzichtplatform te maken boven het struikgewas hier, zodat de mensen een keer kunnen van de keihard genieten. En ja, daar zijn we mee bezig nu. Zandvoorde, dat is... De Zwaantjes Rollerclub. Wij bestaan 60 jaar en vandaag organiseren we een tentoonstelling die een beetje terugkijkt op die 60 jaar, wat er allemaal gebeurd is. We zijn een grote club. We tellen eigenlijk de meeste leden van de clubs hier in België. En we hebben ook een van de snelste pistes ter wereld. Het is zo dat de club hier werd gesticht door de lokale KSA eigenlijk. In 1962 besloten ze om een wedstrijd te organiseren waarbij ze de toenmalige topclub uit Wetteren uitgenodigd hadden. En het was de bedoeling om over strobalen te klauteren in de Tuinwijk. En 60 jaar later hebben we mensen die naar de Olympische Spelen gaan, dus toch een mooie evolutie. Ik kan me inderdaad niet inbeelden dat je in Zandvoorde woont en nog nooit op skiers hebt gestaan of rolschaatsen in de tijd. Iedereen is hier wel eens lid geweest. Dus de beste techniek is gewoon, je gaat tegen de paal leunen en je zakt langzaam naar beneden. Je neemt de paal met 2 handen vast, dus je zet een paar stappen in voorwaartse richting
Laten we naar voren kantelen en op het juiste moment onderuit trekken. Ik vond het moeilijk, maar ja, mijn compaan is sterker, denk ik. Ja, we hadden het zien doen en toen dacht ik van oké, dat moet wel lukken, maar die paal wiebelt toch heel erg en is ook zwaarder dan ik had gedacht. Zandvoorde, dat is ook Plassendalen, een industriegebied, maar ook cultureel erfgoed. Net op de grens met Oudenburg. Jullie zijn hier aan de ingang van het tweede fort van Plassendalen uit 1650, want het eerste fort stond hier aan de overkant van het kanaal. En het Spaans Tolhuis en de Oude Paardenstal zijn de laatste gebouwen van het fort uit 1650, dat hier de oude zeesluis moest bewaken eigenlijk. Het is een plan uit 1708, toen de Nederlanders het fort veroverd hadden op de Fransen eigenlijk. Want het is een heel mooie geaquarelleerde kaart. En je ziet eigenlijk de sluis liggen aan de andere kant van het tolhuis, want vandaag ligt hij hier. En dit is hier het tolhuis eigenlijk. Ik zeg altijd dat Plassendalen eigenlijk een charmant grensgeval is, omdat Plassendalen het gehucht eigenlijk voor 1/3 op grondgebied Zandvoorde, Oostende, ligt en voor 2/3 op grondgebied Oudenburg. We zijn heel blij dat we kunnen deelnemen aan het programma van Oostende. En ook het museumschip Tordino neemt deel. Het toont het verleden van de binnenvaart. Van het verleden naar het heden is maar een kleine stap op Open Monumentendag. Meer dan 500 mensen namen deel aan de rondvaart op het kanaal Oostende-Brugge. Het guidige stukje tussen Plassendaal en Oostende is volledig industriezone. Het zijn allemaal bedrijven, nieuwe bedrijven, oudere bedrijven die vernieuwd zijn. En ik noem maar eentje, UCB, die er was van 1911, die later Proviron geworden is. En dus helemaal een ommekeer in het industrielandschap geeft, hoewel het als chemisch bedrijf gebleven is. Elke jaar doen we sowieso mee aan Open Monumentendag, maar we proberen nu om andere diverse vrienden ook aan te trekken en aan te moedigen om samen op de boottocht te gaan, om Oostende een beetje beter te leren kennen. En dus ja, dat was fijn op de, langs de Plassendalen tot aan Bredene, om de geschiedenis samen te horen. En dat was ook voor onze vrienden daar uit Oekraïne en uit Jemen. Dat is ook de eerste keer om op de boot te zitten, dus dat was heel erg fijn. Er was een groot enthousiasme bij verenigingen om deel te nemen, maar er was ook een zeer groot enthousiasme om er volop samen voor te gaan en zelf ook een dynamiek op gang te brengen, waardoor dat heel Zandvoorde vandaag bijna uit zijn kot is gekomen en naar Open Monumentendag is afgezakt. Voor het eerst ook een kruisbestuiving met Oostendedag. Hoe was dat? Dat was een schot in de roos. We hebben mensen gehad die de fietsroute hebben ondernomen tussen de verschillende ontmoetingscentra. Hier arriveren, kijken wat het aanbod is en zich dan vanaf de Oostendedag laten uitzakken tot de activiteiten van Open Monumentendag en omgekeerd uiteraard. Zandvoorde, dat is mijn geboortestad of geboortedorp. Een dorp die leeft en blijft leven. Zandvoorde, dat is? Mijn dorp. Ik leef hier, dat is alles.